Het moment dat je mama vraagt aan, ja, aan jou van hey, hoe ging je toets? Hoe ging je toets? En jij denkt gewoon niet na. Je zegt gewoon tegen je mama van ja, de toets ging echt super goed. Maar eigenlijk, ja, denkt je mama gewoon dit. Oh my god, stop fucking lying. Maar toch gaat je mama zeggen, super goed gedaan. Blijf zo verder doen. Wil ze eigenlijk weten dat je 3 op 10 hebt. Zo is het gegaan bij mij. Let's go. Wat we vandaag gaan doen is iets heel speciaal. Want ja jongens, let's go. Ja, oké. Dan gaan we dus gewoon iets heel chill doen. Ik weet nog niet wat. Eigenlijk weet ik echt nog niet wat we gaan doen. Maar het gaat wel leuk worden. Dus doe zeker een duimpje omhoog als je deze video leuk vindt. Ik ben Acid. En ik zou zeggen, let's go. Yo YouTube, Acid hier met vandaag een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag spelen we een nieuw spel die ik nog nooit heb gespeeld op mijn kanaal. Ja, jullie gaan het wel snappen binnen een paar seconden, want ik kan het niet echt uitleggen, oké. Voor we beginnen aan de video, even iets speciaals. Ik moet naar de kapper, ik weet het, maar dringend. En ik zat op school en ik dacht, fuck that, land. Ik ga vragen aan iemand random in mijn klas of hij mijn haar wil knippen. Dit was het resultaat. Ik ga vinden. En mijn schat dat ik het doe in de wind. En mijn schat dat ik het doe in de land en dat kom ik. Zo is mijn haar dus geknipt in de klas. Het ziet er echt fucked up uit. Maar toch bedankt om mijn haar te knippen. Ik ga morgen naar de kapper. Ik ga kaal. Of niet? Laat zeker weten in de comments of jullie willen daar kaal gaan of niet. Wordt wel grappig. Vandaag gaan we allemaal keikoele flash games spelen. De eerste die we gaan spelen is Deadworm. En als hij Deadworm speelt, moet je altijd een coole naam kiezen. Dus wij noemen Cockballs. Let's go! In dit spel ben je dus een worm. En je bent een worm en je moet dingen eten. En als je veel dingen eet, dan ben je een baas. Dus we gaan dingen eten. Let's go! Daar is er een professor. Let's go! Lekker kamelen! Lekker! Oh fuck. Dit spel is echt een jeugdsentiment, lieve jongens en meisjes. In mijn jongere jaren, toen ik nog 10 jaar per dag bij mijn oma en opa was, dan, ja, dan speelde ik dit spel eigenlijk gewoon fulltime. Ik was de pro in dit spel. Ik was de MLG. En zo kan je eigenlijk uren dit spel spelen. Echt fucking verslavend. Kunnen we nog deze auto pakken? Je kan ook dingen upgraden. En als je dingen upgrade, dan kan je, ja, dit doen. Wij gaan fireball. Ik weet niet wat de fuck fireball is, maar oké. Per level word je ook groter. En hoe groter je wordt, hoe meer dingen je tegelijk kan eten. En dat is fucking baas, want ja. Nu zijn er nog gewoon kamelen en dingen en zo kamelen shit. Maar op een bepaald moment komen er ook allemaal tanks en aliens en allemaal zo dingen. En dan begint het spel eigenlijk echt moeilijk te worden. Maar op dit moment is het spel pretty easy. En oh my god, ik zou dit echt 10 jaar kunnen spelen als ik niet nog andere spellen wou spelen. Want we gaan gewoon allemaal random flash games spelen. Dus we gaan, ja, ja. Doe zeker een duimpje omhoog als je wilt dat ik meer zo op random size random games ga spelen voor de random. En als jullie dat cool zouden vinden, ja, dan zou dat cool zijn als jullie willen dat ik die random games speel. Maar nu gaan we dus een nieuw spel spelen en dat is Monster Truck Destroyer. En dit spel is fucking cool, want het is fucking random en er is niks moeilijk aan. Dus let's go. Het is echt het randomste spel van de random wereld. En je moet eigenlijk gewoon over dingen knallen. En om de een of andere reden vond ik dit spel echt fucking cool vroeger. Ik snap zelf niet waar ik er zo cool aan vond, maar het is gewoon awesome. Het gaat om de manier waarop je het speelt. Als je het gewoon op een saaie, simpele manier speelt, tuurlijk dat het saai is. Als je gewoon heel de tijd dit gaat doen, tuurlijk dat dat een fucking saaie game is. Maar je moet het leuk maken. En dat gaan wij doen op deze manier. Oh shit. Oh shit mensen. We zijn hier hard aan het gaan met deze zieke auto. Kunnen we de backflip maken? De backflip. Ja. Fuck. Nee. Rustig alsjeblieft. Kom op, we moeten gewoon die dikke backflip halen. En als we die backflip halen, zijn we mannen van een business. Oh shit, we got him guys. We got him. We did it, guys. We did it. Oh my god, dit is zo'n flipspel. Nee. Oké, dus guys, dit is rennen en springen. Ik weet niet why the fuck dit spel rennen en springen noemt. Want het is echt fucking random. Maar het ziet er eigenlijk wel leuk uit. Holy shit. We zitten al in level 2. Fucking easy. Oh shit, we kunnen ook op de muren lopen. Dat is voor het gekke flip effect. Holy shit. Oh my god, dit is... Oh, speel dit als je high bent of zo en ik zeg het je. Dat komt niet goed, guys. Oh my god, dit is flip. Dit is de... Oh, dit is de hardste flip. Oh my god, dit spel is de pure adrenaline. Holy shit. Oh my god.
als je dit spel nu ook wil spelen, ga dan gewoon naar Funny Games. En dan ga ook gewoon een beetje random klikken op shit. En gewoon random woorden invoeren. En dan kom je altijd wel op een leuk spel. Oké, ja, genoeg van dit kutspel. Fucking hell. Hey! Oké, we hebben een nieuw spel gevonden. Dit spel is waarschijnlijk echt illegaal. Oh my god. Oké, als ik jullie zeg dat dit spel illegaal is, dan is dit spel echt illegaal. Check dit. Holy shit. Oh my god. Er is Counter-Strike 2.0. De graphics van deze game zijn beter dan die van Counter-Strike. Oh my god, guys. Dit spel is gemaakt met de engine van Counter-Strike. Dat denk ik toch. What the fuck is er mis met dit spel? Why the fuck staat dit spel op een kinderspeelsite waar mensen gewoon... Oké, ja, eigenlijk boeit dat niet, want ik was ook gewoon 7 toen ik Call of Duty begon te spelen. Maar de achtergrondmuziek van deze game is wel sfeer. Copyrighted as fuck, maar oké, we spelen gewoon verder en ik weet niet wat we precies moeten doen, maar het is gewoon sfeer dat we mensen kunnen doodschieten en eigenlijk gewoon lijken op Simpsons. En ja, ik denk dat we donuts moeten verzamelen en ik denk dat dat ook gewoon het enige is wat we moeten doen. Stel je voor dat ik hier kotcommentaries op doe. Ik denk dat mensen gewoon aids in hun ogen krijgen van hier naar te kijken, ik zweer het. Het spel noemt Simpsons 3D Springfield. Voor de rest is het spel gewoon realistisch en is het gewoon een good game. En ik kan om de ene of andere manier ook gewoon niet doodgaan op dit spel, wat ook gewoon super awesome is. En zo kan je dus eigenlijk gewoon echt gewoon 10 levels spelen in een fucking map, waar het eigenlijk de hele tijd hetzelfde is. En oh my god, dit is... Ja, dit is eigenlijk best makkelijk. Het is echt vreselijk dat ik dit spel awesome vind, terwijl ik gewoon veel meer leuke spellen in mijn fucking... Ik moet hiermee stoppen. Ik kan dit spel niet aan. Nee, oh my god, stop. Mensen, bedankt om te kijken naar deze video. Vond jij het leuk? Smash dan zeker even een duimpje omhoog op deze video. Ik ben Ace en ik zou zeggen bedankt om te kijken naar deze video. Vond jij het chill? Dan hoop ik dat ik jou morgen terug zie bij een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ben Ace en ik zou zeggen... Ja, you!